Ik weet natuurlijk niet precies wat het is. Wat ik nu in beeld heb. Ik hoop een hert. Maar daar kom ik zo dadelijk wel achter. King Hadi! Ja, het is een hert. Oh jongens, ik heb het toch goed gezien. Ik denk, laat de camera maar eens even aanzetten. Jongens, hij zit op een gigantisch, gigantisch grote afstand. Hij zit echt ver. Daar helemaal achteraan, met 50 keer zoom, daar moet een hert zitten. Ja, dat is een hert. Jongens, er zit duidelijk een hert zit daar. Heel erg gaaf dit. Ja, het duurt enkele seconden voordat het geluid bij hem is. Jongens, besef even op wat van afstand die zit. Met het normale oog is het gewoon nauwelijks te zien. Nou Niklas, ik weet niet wat jij ervan vindt. Hij zit ontzettend ver weg. Het is er volgens mij ook gewoon eentje. En laatst kwam ik hem ook al tegen, maar toen was hij mij te snel af. Toen was hij al weg. Ja, het is er een, heel duidelijk. Ik sta op zelfs zo'n grote afstand dat ik kan schreeuwen dat hij mij gewoon niet in de gaten heeft. Ja, daar loopt hij. Heel erg gaaf. Je ziet het, ze doen weer aan sport. Dit is echt zo gaaf. Ik heb nog 3 minuten tijd om te filmen, want hij geeft hem rood aan. Maar dat maakt me niet uit. Ik blijf net zo lang filmen totdat die batterij leeg is. Jawel. Ik zal eens eventjes kijken of ik ze aan nog kan trekken. Woe, 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 woe. Hij reageert daar gewoon niet op. Nee, natuurlijk niet. Hij zit op zo'n grote afstand dat hij dat waarschijnlijk ook niet hoort. Jongens, wacht. Nog een keer proberen. Je ziet hem heel duidelijk eten. Weet je wat ik ga doen? Ik ga er naartoe. Hij hoort me toch niet. Ja. Hij heeft me wel degelijk gehoord. Wow. Ja, die beesten die zijn niet gek. Zo gauw je kabaal maakt, dat interesseert ze niet. Maar zo gauw je gaat lopen over de bosgrond, dan zijn ze opeens weg.